Strak hoor. Nooit vandaag met Edwin in het veld. Gedeputeerde Mark Kalon overleeft motie van wantrouwen en verhit debat over Blauwe Stad. Hij wil geen concessies doen aan de kwaliteit van het project. Desnoods duurt de aanleg maar wat langer, vindt hij. RTV Noord en RTV Drenthe moeten weer worden samengevoegd. Dat advies geeft de vertrekkende directeur, hoofdredacteur Roel Dijkhuis van RTV Noord. Inwoners van Delfzijl kunnen hun plastic gewoon bij het huishoudelijk afval blijven gooien. Het afval wordt pas achteraf gescheiden. Vakbond FNV Bondgenoten wil dat er mobiliteitscentra komen in onze provincie om de verwachte ontslaggolf beter op te kunnen vangen. En ruim 1/5 van de mensen die voor het eerste 4 mei lopen, raken bij de trainingen al geblesseerd. 5/7, dit is Noord vandaag. Gerepeteerde Mark Kalon ziet geen reden om nu al concessies te doen aan de kwaliteit van Blauwe Stad. Ondanks dat de verkoop van de kabels stagneert, ziet Kalon nog geen reden om bijvoorbeeld 2 onder 1 kapwoningen te bouwen. Kalon zei vanmiddag in een verhit debat in Provinciale Staten, waarin oppositiepartijen vergeefs voor zijn aftreden pleiten. Dit omdat Kalon onvoldoende toezicht zou hebben gehouden op de afspraken die de provincie heeft gemaakt met bouwpartijen. Kalon overleefde het debat geen enkel moment. Had hij overwogen op te stappen. Ja, als ik dat had gedaan, dan was ik natuurlijk het debat zo niet ingegaan. Ik ben ervan overtuigd dat wij als college en ik.